Nintendo fans. Ik heb weer mooie doosjes. Dit zijn tints van de eindevoluties van de Stardust uit Hisui. Samurott! Typhlosion! En Decidueye! En die gaan we uitpakken. En dan laat ik eerst natuurlijk even de promokaarten zien. Dit is de V-kaart van Typhlosion. En dan hebben we hier de V-kaart van Samurott. Ik vind deze eigenlijk best wel cool met dat water hier zo. Nice, mooi kaartje. En dan hebben we hier ook nog Decidueye. Ik moet zo wennen dat dit een fighting type kaart is. Ik vind het zo raar. Als je kaarten gaat ruilen met je vrienden, check altijd of hier promo staat. Want meestal zijn die promo V-kaarten toch net even iets minder waard. Het is niet altijd zo, maar vaak wel. In iedere tin zitten 2 Astral Radiance pakjes, 1 Brilliant Stars pakje en 1 Fusion Strike pakje. En daar beginnen we mee, want ik hoop op die Gengar. Laat even weten wat jouw allertofste Pokémon kaart is. En doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En weet je wat, dan krijgen jullie van mij de codekaart. Eerste pakje jongens, ik heb hier weer zin in hoor. We beginnen deze video met een Sandslashie en een Swadaloon en een Cremomatic. De volgende kaart is Krogunk. Pansir, Goomy, Aurokuda, Snubbull, de Reverse. Oh, Reverse Zorak. Dat is altijd nice. Zorak, vette Pokémon. En als laatst hebben we Azumarill. Dat is geen Gengar. Misschien in het tweede pakje. Let's go. Copperajah. Koek? Ja, dan kunnen we lekker koken. Oeh, dan kan je 70 damage mee healen van je actieve Pokémon. Dat is op zich wel nice, denk ik. Mooi, ik denk dat het een prima kaartje is. Magcargo. Had ik deze al? Deze kaart ken ik helemaal niet. Ik vind het op zich wel een vette kaart, moet ik zeggen. Dan hebben we Skitty. Oh. Phalanx. Tuttle. De Vullaby. En deze had je al gezien. De Dewpider. Dan de Reverse. En dat is een Zora. Hey. Reverse Zora. Reverse Zorark. Nice. Oké, die hebben we allebei. En als laatste. Oh ja. Ja. We hebben hier de Rillaboom V-kaart. Let's go. Eerste pol is alweer in de pocket, jongens. Lekker hoor. Ik denk dat ik Grookey toch de leukste starter vind van die generatie. En dan hebben we nog een Fusion Strike pakje. Omdat we een goede pool hadden, hier weer een codekaart. En dan gaan we kijken wat er in het laatste Fusion Strike pakje zit. Opnieuw een Copperajah, opnieuw Koek. Kunnen we nog meer healen? Hey, Magcargo, die hebben we nu in ieder geval 2 keer. Dit vind ik ook wel een leuke Pokémon, de Galarian Corsola. Hij ziet eruit alsof hij helemaal kapot is. Ja, dat is hij natuurlijk ook een beetje. Maar ik vind het een leuke Pokémon. Quillfish hebben we hier. Vulpixie. Dan Chansey. Galarian Zigzagoon. Reverse Toxicroak. Nou, de reverses die zijn allemaal wel vet. En als laatst, Latios. Gaan we snel door met Brilliant Stars. Yo, 3 Charizard pakjes. Dat moet goed komen. Spannend. Daar gaan we weer. Primplumpy. Een Kindler. De Double Turbo Energy. Bidoof. Je kan nooit genoeg Bidoof kaarten hebben in je leven, jongens. Hoe meer Bidoof kaarten, hoe beter. Dan Clefairy. Grimer. Oh, dit is ook wel een gek kaartje. Ik heb die volgens mij ook. Ja, deze moet ik wel hebben. Maar ik herken hem gewoon niet. Execute. 5 eieren in een rondje. Farfetch, deze is vet. Oeh, deze vind ik echt heel leuk. Het lijkt echt op een simpele kindertekening, maar dat is het niet. Ja, love it, love it. Dan hebben we Salk als reverse. En als laatste hebben we weer wat goeds, jongens. We hebben de Zeroot V. Oeh. Ik heb nog nooit een Zeroot gebruikt in een Pokémon game, maar ik vind het best wel een tof Pokémon. Dat is wel vet om een keer een Monkey Challenge te doen. Dan doe je Rillaboom erbij en Oranguru en wat ze hebben nog meer? Pansir, Pansage, dat soort Pokémon. Allemaal in één team. Gewoon Pokémon uitspelen met het apenteam. Ja, dat is wel een leuk idee. Ja, Zeroot kan daar prima bij. Vet, vet. Gaat best prima tot nu toe. Nou, dan krijgen jullie weer de codekaart. En dan hebben we het volgende pakje uit Brilliant Stars. We hebben Exeggutor, de pothelmet. Ace Rola's Premonition. Voice crack. Kwam even een spuugje in mijn keel. Oké, we kunnen weer door. Bidoof. Een Riolu. Cherubi. Sock. Burmy. Een Gloria Reverse. En als laatste een Breloompie. Deze hebben we echt te vaak al gekregen. Breloom. Dat is echt de meest goedkope rare uit heel de Brilliant Stars serie volgens mij. Let's go met Crawdunt. Met de Magma Basin. Hitmontoppie. Hallucha. Zo, die heeft er zin in vandaag. Een Buizel. Een Clefairy. Grimertje. Execute opnieuw Electifire Reverse. En als laatst, Hexorus. Na de Energy Card hebben we Choi. Quilava, Heavy Ball, Misdreavus, een Barboach, een... Oh, Scyther. Ja, ik wil altijd meer Scyther-kaarten. Kom maar op met die Scyther-kaarten. Eevee. Weet je, dat doet me trouwens denken. Dat er, voor mijn gevoel heb ik al heel lang geen Umbreon-kaart meer gehad. Dat is ook een van mijn favoriete Pokémon. Ik weet niet of die in deze set zit. En ik wil weer Umbreon-kaarten. Anyway, Heracross, Energy Lodo,
Regirock. Volgende pakje begint met Young Mega, Celine, Granidos, Miss Drievous, een Hisuian Sneasel, Barbootje, Ponyard, Eevee nog een keertje. Oeh, Radiant Heatran! Die hadden we al, maar inderdaad, hier zit er natuurlijk die Radiant kaart in. Super, super dope. Shiny Pokémon, altijd goed, altijd vet. En wat hebben we dan als laatst? Een Hisuian Braviary. Maar ik was dit even helemaal vergeten, joh, dat hier die Radiant kaarten in zaten. Hopen dat we er ook nog één poelen die we nog niet hebben. En we hadden weer een goede pool, dus hier een codekaart. Radiant, Radiant, let's go Azelf, Switch card. Oh, en Uxie. Nou, krijgen we dan ook nog Miesprit in dit pakje? Dat zou lachen zijn. Ponyta, Rufflet, Chattered, Bronzor, Rowlet, Reverse Mamoswine en een... What? Regidrago. Dit is zijn hoofd, toch? Dit vind ik een hele gekke Pokémon. Dit is gewoon kunst of zo. Dit is geen Pokémon meer. Ik denk dat als je dit plaatje laat zien aan iemand die geen Pokémon kent, dat hij totaal geen idee heeft waar hij naar zit te kijken. Gewoon een paar gekke vormpjes aan elkaar. Let's go, we gaan door. We beginnen met een ongeïdentificeerd fossieltje. Dartrix is de tweede. Drifblim is de derde. Dan Tedursa, Hisuian Sneaseltje, Miss Drievous, een Barboach, weer Scyther, Rowlet is onze reverse en de laatste, weer Regirock. Niet oké. We hebben nog twee pakjes. Hier moet nog wel even een goede pool in zitten. Meestal komen de beste pools ook aan het einde van mijn video. Dus knal die duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan we deze twee uitpakken. Spannend! Fire Energy, Hippodown, Energy Lotto, Wait and See Turbo, dan een Cricketoad, een Stantlertje, Hisuian Quillfish, weer Scyther. Ik krijg echt veel Scythers opeens. Togepi, Ja, de Abomasnow Trainer Card. Ik vind die Trainer Cards denk ik nog wel het tofste uit heel deze set. Ik vind die art altijd zo leuk. En je ziet een trainer echt connecten met zijn Pokémon. Ik vind dat zo tof. Deze Abomasnow vind ik heel vet. En als laatst, de Hisuian Typhlosion Holo Rare. Ook lekker. Maar dit kaartje vind ik tot nu toe inderdaad het leukste kaartje uit deze video. Weer aan het einde. Nou ja, bijna. We hebben er nog één. Deze codekaart is weer voor jullie. Dan ben ik benieuwd wat er in het allerlaatste pakje zit. Ja, het begon net ook met een ongeïdentificeerd fossiel en een Dartrix. Het is bijna hetzelfde pakje volgens mij. Combi, Drifloon, Psyduckie, Togepi, Magnemite, Reverse Absol en als laatst... Dezelfde Typhlosion. Anyway, we hadden best wel een paar leuke kaarten natuurlijk. Deze Abomasnow Trainer kaart. We hadden de Radiant Heatran, die we helaas wel al hebben. Dan de Zerud V kaart. Vet Pokémon. Rillaboom V. En natuurlijk de promo kaarten van Typhlosion, Samurott en de Hisuian versie van Decidueye. Ik hoop dat jullie dit weer een vette video vonden. Druk op de abonneerknop, zet het belletje aan en dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!